Ze gaat nog een keertje wisselen. Nummer 23 Vaak zal er straks inkomen. Puga. Van Pel voor buitenspel bij Agent, maar dan gaat de lijnrechter niet op in. Puga wordt vrijgemaakt. Wils. Storen van de Brugge en Kool. En Cagé met dat balletje onder de voet, zowat. Maar dat mag. Natuurlijk mag dat, maar hij raakt het door geïrriteerd. Misschien iets te laat. Dat is de discussie van vroeger met Boussoufa, die daar al eens op de bal ging staan. Ja. Je maakt de tegenstander belachelijk, dat kan, maar anderzijds. Voorafgaandelijke duw bij de penalty van de 1-1. Daar viel vanuit Liers oogpunt zeker iets voor te zeggen. Bourabia en Boyo met balverlies. Ja, te makkelijk kunnen geven en toch deed hij dat niet. En Boyo kon hem makkelijk aan de buitenkant geven. Heeft Bourabia nu nog overzicht? Daar is Hazurov. Ah, duurt lang. En ook offside. En omdat hij de bal wegtrapt, krijgt de Bulgaar geel in het spel. Denkt worden nog voor de eerste paal. Dus soms lukt dat niet. Maar je moet ook eens kunnen variëren. Die bal is aan de tweede paal droppen. Je hebt er genoeg lengte voor. Maar zover geraakt Lopez gewoon niet. Het is niet dat hij dat niet wil, maar hij geraakt gewoon niet. Hazurov. Dat is geen slecht idee. Alleen trapt de Artso er niet in. Boeks boos op zichzelf voor deze trap. En Artso die weer moet ingrijpen. Dan is het man tegen man. Dan kan Mesudi bijsluiten. Dan kan de Racing van A Gent gaan counteren. Racing Herne is Gent. Dus, de vierde kans. Ik heb CH van geworden. Cagé haalt. Dat moet best in absoluut. De play-off 1 geëtaleerd worden. Hè? Dat is ook heel sterk toch thuis tegen Anderlecht. Denk ik, ja, laatste wedstrijd. Dus het is toch wel een meerwaarde, een van de tussentransfers. En toen het pas begon, dacht iedereen... Sels. Puga. Verlengd voor Bourabia. Bachelet. Ofori met rechts. Ergabas doorkoppen voor Puga. Puga met de rug naar het doel. Puga, dat is goed gedaan. Goede beweging. En dan kan Klaassen uithalen. Nee, legt af voor Saidi. Saidi nog eens de bal in de box droppen. Puga. Azurov. Yasser. Veld goed breed gemaakt. Yasser voor Puga. Ja, die kans van Puga moet toch weer wat hoop en vertrouwen geven aan de Palieters. Puga. Dashley. Azurov afleggen met de borst. Bourabia. Bourabia draaien. Ofori. Daar heb je Hazurov. Hier is Puga. Even wachten. En dan meegeven aan Bourabia. Klaassen vertrekt. Dat is goed. Klaassen snel in de box. Klaassen. Puga met 1-1 aan de voet. Maar de bal belandt op het dakhoofd. Puga. Net zoals Poulet vanavond. Puga. Heel goed als pivot hier. Puga meegegeven. Hazurov met buitenkant rechts probeerde hij nog. Mooi binnendoor voor Bourabia. Dashley met de voorzet. Puga controleren. Terugleggen. Klaassen. Te flauw besloten. Toch maar een aanloop nemen. Azurov, Dashley in de box, maar Sifakis met twee handen, Sifakis is negatief uit over Serge Goumini. Sels stuurt iedereen naar voren. Ofori, Wils. Vuisten van Sifakis. Klaassen. Puga.
stands. Puga. Bourabia. En dan moet Yasser uitwijken. Puga. Martos. Klaassen. Bofori. Puga gaat. Puga. Dashley. Naar Bali. Mag daar ook wel wat zinniger naartoe. Saidi nu. Lange bal van Lies richting Puga. Ja, neemt hij goed aan. Puga met het schot. En dat is een meter of zes ernaast. Bulls en Bourabia. De enige twee man daar centraal in het middenveld nu voor Lies. En ik vermoed dat dat toch verkeerd gaat aflopen. Corijn. Over naar daar is Christian Puga. Daar spelen ze de carrière. Ayu. Binnenbal te ver van de voet. Gooi voor Ayu. Saidi met de vrije trap. Puga. Topplaats voor Bourabia. Bal bij Bleko. Voilà, dit klinkt al wat overtuigender dan in de eerste helft. Vraag is het niet, maar goed. De porters moeten zich maar iets laten horen. Dutra. Mokulu niet. Swinkels wel. Thomas. Ja, met Maric en met Overmeire. Goed opzittende Bourabia. Met Bidawi daar in zijn buurt. Bourabia met Overmeire. En Altering wordt uit. De verkeerde kant uit. Met Swinkels. Saidi. Richting Puga. Met Scholz in de rug. En Corijn die terugkopt voor Lazic. En dat is goed gedaan. Lokeren normaal gezien meer greep op het middenveld nog geven. Bofori. Bidawi. Bidawi naar binnen. En mist dan zijn schot. Kon niet aan Puga geven. Mistrapt zich en trapt in de grond. En dat is een goede bal hoor. Hier voor Jagan. Die heeft plots veel ruimte. Verboom was weg. Daar is Jagan. Jagan kappen. En dat is te ver van de voet. En nu de trap van Puga. Maar die gaat letterlijk in de Gaverbeek achter het doel van Bossut. Daar had wat meer in gezeten. Opnieuw een goede voorzet van een Baye Leijen. Puga. Skulason met Berrier. Daar is Verboom. Nee, kom er niet bij. Nu Gerard. Puga. Met drie man bij zich. Niet zo slim wat hij nu doet. Gaat er wel nog een. En nu stond hij buiten spel. Puga. En dan kan er niet bij. Verboom. Frankie de Rie. Dat is behoorlijk bos voor die slechte bal. Puga. Niet bij. Gerard wel. En dan de fout van de. Het laatste kwartier zit eraan te komen. En dus moet Oud-Heverlee Leuven wel gaan komen nu. Godot terug tot bij Dana. De orders gekregen. Dat het allemaal zo snel niet hoeft te gaan. Puga met de fout.
Ik snap er niks van, Christian Puga. Het is met balbezit ongeveer. En die jij mooi gedaan. Langs Van Goetem. Naar Remakelen, niet langs Kenny Thompson. Gislason. Puga, een overtreding van Arzo. Voorspelen zegt Colmont. Van Goetem. Karourou. Van Goetem rechts vertrokken. Karourou met de paas, dat is goed gedaan. En nu dan Puga voor doel en Ibu voor doel. En daar was ook Rafinha goed teruggekomen. Dit is de voorzet. En dat is dan weggekopt door Gislason. De tweede ballen zijn wel voor Gent. Behalve deze. Van Goetem. Maar te wachten. Opnieuw Mareval. Daar zijn we al eens geweest. En Karourou wint dat duel. Maar dat is dus de rechtsbuiten. Die dus helemaal achterin. Wou Van der Bruggen aanspelen, maar die was daar niet meer. Van Goetem. Van Oudenaar, de Puga. En ook nog niet veel klaargemaakt sinds hij op het veld staat. Nog 10 minuten. En een overtreding van Arzo in de nek van Puga. Bai met de doeltrap. Messoudi. En dan is maar de vraag of Gent tevreden kan zijn met 1 punt. En dan heeft Leuven toch ook tegen deze topploeg weer niet verloren hier. Mareval. Robson. Van der Brugge half keeraarts. Gent en Anderlecht. En Kortrijk en Lokeren. Won tegen club. En verloor alleen op Standaard. Van wat we de grote zullen noemen. Gerards Karourou. Karel Gerards nu ver mee opgeschoven. Ibu. Wanneer komt zijn moment? Ibu brengt die bal voor. Daar is het schot van Puga. In de handen van Darren Keat. Een overtreding van Oussala en dan met Van Goetem daardoor in de problemen gebracht en dus terechtgefloten. Chavaria. Van Goetem goed doorzien. Puga en Chuka om de flank. Veel volk van Kortrijk al terug. Karel Gerards in steun. Chuka met Moulembo is er langs. En hij kwam dan toch net niet tot een schot. Buitenkant rechts. Dat is gooien. Thompson. De match terug voor Erwin Zoukanovic. Nou, gewenst. Pavlovic wint dat duel. En het is altijd Kortrijk aan de bal. Helemaal open te breken. Puga. Met de match. En gooien voor Kenny Thompson. Van Oudenaar de ver. Gerard stikt hem door. Daar is de kans voor Leuven met Ibu. Gerard zit daar vast. Puga. Ja, en dan bijna. Kiet was te laat. Maar niemand om die bal erin te tikken. Het is niet om de gemoederen te bedaren. Dan is het om de haat op te wekken. Puga laat die bal springen. En is dan toch Moulembo kwijt. Nog niet helemaal. En heeft de bal ook nog niet helemaal onder controle. Ja, mooi. Langs Pavlovic en Moulembo. En dan is het gooien voor Kort. Van Power. En niemand die tot een schot komt. En Ginter van Oudenaarde komt eruit. Een goede bal voor Ibu. Uitstekende paas. Ibu op snelheid. Moet even inhouden. Daar komt Puga voor doel. Chuka is daar ook. Ze zijn daar met z'n drieën. Ibu, Puga. Komt die? Geraakt hij gedraaid? Nee. Nu is hem dan kwijt. Van Oudenaarde, Puga, Gislason, en links heel de boulevard open voor Kenny Thompson, daar is de voorzet en is weer te ver. Ja, dat moet zuiverder.
zou hem niemand aanraden, maar volgens Dijslanders is het lekker. Dan krijgen we daar gooien. Krijgt Jan Vermeulen met de vlak te beginnen. Voilà. Maar goed, en een eerste verre bal richting Puga. Karel Geraert. Dat is een makkelijk vangballetje voor Darren Tiet. Robson, dat wordt dan een lange bal. En die gaat makkelijk weggekopt worden. Nee, die wordt niet makkelijk weggekopt. Tjuka was er bijna mee vandoor. Door deze man in twee keer gestopt. En weer wint die verdediging van Kortrijk al te makkelijk die duels. En komt dus al. Een overtreding van Christian Puga opnieuw. Niet te veel misbaar maken bij de scheidsrechter. Robson da Silva. Hij gaat ook een lange trap geven. Puga. Met, er zijn een schoen blijven liggen van Renault. Die is op één kous aan het verder spelen. Romain Renault. En kan die schoen niet gaan halen. Daar komt Ibu met de kans. Ibu! Een goed schot zoals hij dat kan. Mocht de tandarts meekijken. Eerste patiënt. Morgen of maandag. Inschrijven. Tjuka. Ibu vraagt. Tjuka glijdt weg. Het was niet het ideale moment om dat te doen. Ibu. Met Baptiste Martijn naar binnen. En dan het schot deze keer laag. Soldaten. Die je daar links ziet staan. En daar is de vrije trap van Ibu. Daar is Puga. En Geraert tezamen. En daar is Van Goet hem in één keer uithalen. Ja, tegen Mechelen lukte het. Van Oudenaarde en Karuru. Ja, komt goed naar binnen. Karuru zoekt de 1-2 met Puga. Heeft die bal ook mee. Karuru met de kans. En dat is een metertje of 5 naast. Geraert. Gislason. Puga goed gedraaid. Maar nu. Dubbelpaas met Geraert. Puga nog. Laat voor Karuru. Die boevrij op links. Karuru gaat zelf proberen. Među stativama. Što se četir Georgia Lekensa tiče, dva igrača trebaju da se oporave, Jesper Jergensen i Liora Refaelov. To je bilo pitanje naravno pred ovu utakmicu, hoće li njih dvojica uspjeti da se oporave. Liora Refaelov je uspio da se oporavi, evo zauzeo mjesto, doneo prednost ekipi Briža, sjajno otvaranje utakmice i mislim da bolji početak nismo mogli da poželimo. A već sam rekao da i jedni i drugi igraju izuzetno ofanzivno, tako da će siguran sam vrlo često ovog stadiona, evo nove greške u odbrani Levena, međutim ovoga puta nije to uspeo Carlos Baca iskoristiti. Ipak je nekako uspeo Raymakers da pre njega stigne do lopte. Sada prekršaj fudbalera Levena. Je ostao da leži na travi, u svakom slučaju ovidi Karuru, igrač sredine terena iz Zimbabvea. Također ofanzivac na terenu stigao u jedini za sada koji preti u drugom poluvremenu u plavom crnom dresu, to je Mladi Lestijen. Puga završava na travi, prekršaj će ipak biti, sve češće fudbaleri Briža, nešto brži napad Briža, međutim na sjajan način zaustavlja to Gislason. Puga, Gislason, prilika je to naravno za fudbalere Levena da eventualno postignu i treći pogodak. Karuru, evo lopte kod Gislasona, slabo, preslabo je u pre ove pauze. Fudbaleri Levena su zabeležili dve ubedljive pobede, ali da ne vidimo Gererca, nema prekršaja, čista lopta, kaže sudaju ovi timovi. Čuka Ogbu, naravno je Derek Čuka Ogbu je napustio teren, vidjeli smo i potvrdu, definitivno umjesto njega na teren je otišao Karuru. Dakle, domaći tim sada na golu Baji, u zadnjoj liniji Raymakers i Robson, da je ovo bilo izašlo van terena, ali dobro. Sinoć je odigrana prva utakmica ovog
11. kola belgijske Jupiler lige. Anderlecht je bio bolje od Waspan Beverena, dobio ga sa 2-0. Pogoci na stadiona Dendrev. Pa i bez žurbe. Ovoga lepo Savane. Gerec pa Poga, pa još jednom Gerec. Raymakers je prešao sa pozicije štopera na poziciju levog beka. Mislim da je ofsajd, tako je. Karuru, eto, toga je koštalo drugog žutog kartona ove sezone. Ali valja naglasiti da je on jedini igrač Briža koji je u dosadašnjem delu šampionata dobio crveni karton. Sada prekršaj na suprotnoj strani i dobra pozicija za Levonovo bokovima. Levo Buise, desno Hufkens, zadnjeg veznog igrača je Blondel. Vasquez i Odžiđa Ofoje će biti prednji veznjaci. Rafaelov po levom krilu, Lestijen po desnom i Baka će biti u špicu. I ovaj dvoboj igra protiv Lokerena na svom terenu, tako da će imati priliku eventualnom pobedom da se vrati na poziciju broje 3 na tabeli. Što se Žemina Albersota tiče, on dakle ostaje na malo Briž da dođe već do 2-0. Nije se Briž lepo proveo prošle sezone ovde. Izgubio je rezultatom 3-1. Da li je to bila dobra škola, vidjet ćemo. Evo sada prilike na suprotnoj strani. Pokušao je Ogbuz da centrira, međutim izblokirao je to Jordi. Igračima gde su pogrešili. Gerec. Četvrto mesto. O, pardon, 14. mesto. Još uvek je ovo jedina utakmica od ovih večernjeg, subotnjeg programa. Evo nove prilike. Poga je bio tamo, ali ipak je lopta bila. Ne žuri nešto pretereno sa vraćanjem ove lopte u igru. Rekli bismo s razlogom da je finiš utakmice, ali s obzirom da je početak drugog poluvremena, ne bi bilo dobro da... Pa će biti slobodan udarac za domaći tim. Izvodi ga Savane. Dobro je to, 1-1. Rekoh ja, bit će ovo dvoboj Savane i Buo. Izgleda da sam dobro čuo da će se igrati 3 minuta nadoknade u prvom poluvremenu. Odžiđe Ofoje. Buise je izgubio loptu. Pouga. Ili je to bio Ogbu. Na kraju izgubio loptu, pa načinio prek. Dat is te hard voor Le Point. Puga met zijn stevige lijf. Van Goetem. Gerard. En dan wacht hij net iets te lang. Volgens het thuis publiek. Niet Gerard. Van Oudenaarde. Gerard goed gelopen. Het balletje van Oudenaarde is niet zuiver genoeg. Dan zie je toch aan deze wedstrijd als Silva. Karuru komt daar zelf verdedigen. Rijmakers, Puga. En de fout van Lardenois. Voordeel de Del Carrière. Dat is te hard. Voorzet da Silva. Dan de Roek. Met zijn hoofd. Chuka, goed gedaan. Puga. Dan Velosin. Goed verdedigd. Dan van Oudenaarde. Thompson. Voorzet, dat is een goeie. De poging is daar van deze Puga. Van Oudenaarde die bal teruggeven aan Bailly. Behoudt dus het vertrouwen. Bailly, dat is ook logisch, want bezig aan een goede competitie. Wat minder in de beker. Hier is Puga. En dan makkelijk opgelost daar achterin door Belosin. Dat is een man met ervaring, Karim Belosin. Rijmakers. Op zoek naar Puga. Shuka. Nog Shuka. Botsing. Even met Zenaro. Daar is Karuru met de voorzet. En dan kan mee voetballen. Met de grote jongens. Want dus nu zijn kans gekregen bij Waasland Deveren. Lardenois. Opletten. Shuka. En dan opnieuw Lardenois. Captain.
staat bal. Nankaruru. De man uit Zimbabwe. Opnieuw Gislason. Puga. Maar goed hem. Hier is Puga opnieuw. Dit is Chuka. Zien. Chuka. Van Oudenaarde. Met de voorzet. Goeie bal. Zoek naar Puga. En dan lopen ze daar opnieuw in elkaars weg. Deze keer Puga en Karuru. Karuru. Deze bal is achter geweest. Bezoekers. Maar goed, het is voetbal. En dan weet je dat dat kan gebeuren. 1-0 dus, OHL. En op dit moment de kloof tussen de beide teams. Virtueel 5 punten. En dan is het dat bij sommigen het beste ervan af is. Zowel bij Leuven als bij Waasland Beveren. Hier is Puga. Gaat hij het afmaken? Puga! En de redding van Klepkes. En dat zal wat zijn. In de rug van Chuka. Bal nu in de richting van Puga. Afleggen op Van Goetem. Voorzet van Oudenaarde. Puga met de borst. Navassi niet voorbij Gerards. Denaro. De Italo-Belg. Op het randje Dar Silva. Met de vlag in de hoogte van de man daar aan de kant. Karuru goed gedraaid. Voorbij Gennaro die alles uit de kast moet halen. Gennaro nog net met de tik. De jongeling. En dan gaat Thompson. Misschien wel op deze manier dat ze deze match gaan proberen winnen. Chuka ondertussen naar de Noir. Was ons even ontglipt. Durk ondertussen op zoek naar Puga. En dan heeft uit Terrière wat gezien van Bellosin. Geel voor de gooiwaas van Beveren. Sibum. Karuru. Gislason. Middel diep in de richting van Puga. Dit wordt interessant. Puga tegen Bellosin. Hij heeft hem voorlopig in de broekzak. Karim Bellosin, kijk maar. Dan moet hij wel de toch wel lichtjes verrassend. Het heeft heel onverdiend dat zeker niet. Voor beide ploegen. Met kansen. Hier is Acevedo. Meegeven aan Puga. Opnieuw Acevedo. Nee, net niet. En dan Nasus. Die kan wegwerken. Een stevige botsing tussen Berrier en Buissens. En Berrier is blijven liggen. We spelen verder als Acevedo. Puga! En dan de bal die naast gaat. Christian Puga. Man uit Cameroen. Karuru naar binnen. Bal naar buiten. Net iets te hard voor Chuka. Krijgen ze nog een kans bij OHL. Nu misschien. Buissens met de voorzet. Geen kwaaie bal. Dan Okbu. Met de bal die overgaat. 2 seconden later de bal. Er was een overtreding op de Sutter. Akkoord. Ja, dat is een aanvoelen van de scheidsrechter en dat zal af en toe eens voor discussie zorgen. Maar dat heeft voor de reactie bij Ronnie van den Heuvel gezorgd. Ja. Schacht, forceer. Moest het toch afleggen. Misschien net daardoor dat hij hem een beetje geforceerd heeft. Nou, Saui was sowieso sneller op de bal. Kenny Thompson. Chuka gaat naar elke bal. Stenio. Wie zal nu? Poga. Pirelli. Excelente gol de Pirelli. Tecnicar a bola no ângulo superior esquerdo.